wilde ik altijd arts worden. Ja, nu sta ik hier. Ik ben Laura Bolander en ik werk hier bij Dames Shipyards als projectmanagement consultant. Na mijn middelbare school ben ik gaan studeren aan de TU Delft, de faculteit industrie ontwerpen. Meisjes en techniek gaan goed samen, net zoals dat jongens en techniek goed samen gaan. En dat zie je ook al in andere landen. In Nederland is het inderdaad vooral dat wat meer jongens de techniek ingaan. Maar als je kijkt naar het buitenland is het toch vaak een goede verdeling. En ik denk dat Nederlandse bedrijven dat ook kunnen gebruiken. Dat ook bijvoorbeeld in het samenwerken in een team helpt het vaak als er een goede diversiteit aan vrouwen en mannen is. Het leukste aan mijn werk vind ik het contact dat ik hier heb met allemaal verschillende collega's. Die allemaal hier vol passie werken. En verschillende en werkzaamheden die ik hierin doe. Op een moment kan ik bijvoorbeeld hier in de loods rondlopen. En andere mensen zit ik in kantoor te vergaderen. Of met een conference call bij een van onze buitenlandse werven. Ja, ik vind het leuk dat ik in mijn projecten meewerk aan de toekomst van dames. En het meest uitdagend daarin is nog wel om de dingen die wij bedenken ook daadwerkelijk in het veld bij de projectmanagers en bij alle afdelingen daaromheen ook echt te laten werken. En mensen dus mee te krijgen in nieuwe manieren van werken. Dame biedt een maatschappelijke meerwaarde door een grote rol te spelen in de Nederlandse economie. Het is een groot exportproduct, onze schepen. We bouwen schepen over de hele wereld. Daarbij hebben we natuurlijk werkvoorzieningen in verschillende landen. Maar ook kopen we aan verschillende klanten en varen onze schepen over de hele wereld. Ik denk dat je de eigenschappen in mijn werk moet hebben dat je snel kan schakelen. En dat je met verschillende niveaus, met verschillende mensen kan praten en begrijpen wat zij doen en daarbij ook creatief kan zijn in het bedenken van nieuwe oplossingen.